Hoe word ik gelukkig? Wordt mede mogelijk gemaakt door sponsor Bingo Loterij en Nationaal Fonds Kinderhulp. Dit ben ik, Bridget. Mega succesvolle A-ster. Alles heb ik. Ik mag van geluk spreken. Happy now? Nee, dus als je alles al hebt, valt er nog maar één ding te wensen. Het allesomvattende, niet tastbare, ongrijpbare. Geluk. Geluk. Maar waar hou je dat vandaan? Lieve ik, ik heb een nieuw motto. Maak de mensen blij, dan zul je echt gelukkig zijn. Iets geven voelt hetzelfde als een beloning krijgen. En ik wil ook zo'n helpershaai ervaren. En een keer iets goeds doen in de wereld. Lief. Hallo Bridget, ik ben Daphne en ik ben 12 jaar. Ik kom al 7 jaar. Ik kom al 7 jaar in een tehuis en woon hier nu 2 jaar. Ik heb een oudere zus van 15, een jonger zusje van 9 en een tweelingzus. Mijn moeder is gehandicapt. Hierdoor kon ze niet voor alle 4 kinderen zorgen. Omdat ik zo weinig naar huis ga, zie ik mijn zusjes erg weinig. Hier ben ik vaak verdrietig om. Ik zou heel graag vaker iets gezelligs willen doen met mijn zusjes. Want ik mis ze zo. Daarom lijkt het me erg leuk om met al mijn zusjes leuke dingen te doen, zodat we allemaal samen zijn. Ik word mijn wenken bediend, want ik kan gelijk wat goeds gaan doen. Die ga ik gewoon weer samenbrengen. Ik ga me inzetten voor Daphne. Een korte zoektocht op internet brengt me bij Kinderhulp. Zij hebben een ambassadrice die me zeker verder kan helpen. Mirna. Een bijzondere vrouw, die ik al een tijdje niet heb gezien. Hoe is het? Goed. Ja? Ja. Lang niet gezien, hè? Ik mis je een beetje op tv. Dank je. Maar ik ben niet de enige, hè? Nee, dat blijkt. Het is een enquête gehouden wie ze het liefst terug willen op televisie. Dat was een cadeau. Ja? Dat was echt... Ik krijg tranen in mijn ogen als jij het erover hebt. Echt, ja, ik vond het zo bijzonder. Dan moet er toch gewoon actie ondernomen worden, hè? Ja, je gaat wel weer wat doen. Ja, ja. Bij Max. Ja? Ja. Ben je daar al oud genoeg voor? Nou, ik denk dat we allemaal een behoefte in ons hebben om nodig gevonden te worden. Ertoe te doen. Nou heb ik een brief gekregen van Daphne, een heel lief meisje die in een tehuis woont en haar zusjes zo mist. Want die wonen daar niet en die willen haar graag vaker zien. Ja. Nou ben jij ambassadrice van Nationaal Fonds Kinderhulp, zag ik op een website. Ja. Wat doet deze stichting voor kinderen? Heel veel. En dat heel veel bestaat uit eigenlijk iets heel simpels. Die geven kinderen die in aanraking zijn gekomen met jeugdzorg. En vergis je niet, dat zijn er 1 op de 20. Dat is eigenlijk bizar veel. Geven ze bijvoorbeeld een zwemles of een fiets. Eigenlijk waarvan je denkt, van ja, dat is toch normaal? Heeft elk kind. Dat heeft elk kind. Maar dat hebben die kinderen dus echt niet. Zodra we horen over een kind dat in een gezinsvervangend tehuis zit. Nou, weet je wel, dat zijn kleine crimineeltjes en die zullen wel whatever hebben. Daar is niet mee te leven. Nee, het is zo zielig dat die kinderen dus meteen zo'n stempelboom opkrijgen. Van nou, dan zal jij wel een lastig kind zijn. Nee, dat is vaak helemaal niet het geval. Die kinderen, sommige kinderen zitten zelfs in een onveilige thuissituatie. Die worden eruit gehaald. Papa of mama die alcoholist is. Misschien worden ze seksueel misbruikt, gewelddadig. Papa of mama zijn dat sterven. Het kind kan er eigenlijk niets aan doen dat ze uit huis worden geplaatst. Nee. En wat ik zo belangrijk vind... Maar ik word echt fel ook. Ja, het komt eruit. Ja, en wat ik zo belangrijk vind... dat de basis van mens, hoe ze verder kunnen functioneren in het leven... wordt gelegd in de eerste 4 jaren. Dat is de fundering. Dat is hun fundering. En die fundering is gewoon gammel. Ze worden soms dus uit huis geplaatst in een pleeggezin... terwijl het broertje heel ergens anders misschien in een tehuis terechtkomt. Ze worden ook nog eens gescheiden. Het is natuurlijk hartverscheurend. En weet je, de dingen die kinderhulp geeft, die zijn zo ontzettend belangrijk. Want die kinderen, die hebben het idee dat ze er toch weer toe doen. Het is gewoon eigenlijk gewoon dat kleine beetje geluk. En Nationaal Fonds Kinderhulp doet dat dus al 50 jaar. En ik hoor nu ook eigenlijk, ik zie Daphne de brief weer voor me. Die zegt, ik zou zo graag, hoe makkelijk klinkt dat, mijn zusjes wat vaker willen zien. Iets leuks met ze willen doen. Ja. Zo dan kunnen simpel wij dat toch even regelen? Ja. Hier woont Daphne, het meisje waarvan ik de tekening heb gekregen en de brief. Met haar in de vraag of ze alsjeblieft iets leuks kan doen met haar zusjes die niet bij haar in huis wonen. Ze woont hier in een tehuis. Kan ik achterom? Joehoe!
Hallo, Bridget. Ja, heel goed. Ja. Jij bent Alex, of niet? Dat ben ik. Oh, ik zit helemaal goed. Ik ben op zoek naar Daphne. Die is er. Goed, een beetje koud, hè? Kom verder. Ja. Want hier wonen een aantal kinderen in een tehuis. Klopt. Hoeveel kinderen? 9. Daphne, bezoek. Hey, hallo. Daphne. Bridget. Ik heb van jou een brief gekregen. Ja. Een hele mooie tekening. Dus ik dacht, ik kom maar eens even langs om gewoon te vragen wat je nou precies wil. Maar eerst maar eens te kijken waar je precies woont. Ja, nou, hier, dit is het huis waar ik woon. Je woont hier met 8 anderen? Ja. Maar dat is geen familie? Van de 8. Nee. Nou, ik beschouw ze niet echt als zusjes en broertjes. Maar wel meer van, het zijn mijn huisgenootjes. Je hebt wel zusjes? 3. Waar wonen die dan? Bij mijn moeder, 1. 2. En mijn zus, die woont in Arnhem. Ook een tehuis? Of een opvang? Ja, een soort van. Dus jullie zien elkaar niet zo vaak? Ja. En dat is ook eigenlijk een beetje de vraag, toch? Van, ik zou zo graag een keer wat leuks willen doen met mijn zussen. Ja. Laat me eerst maar eens het huis zien. Dit is de keuken. En tot wanneer blijf je hier dan? Nou, ik weet het niet. Soms ligt het eraan. Soms ben je... gaat het thuis goed, dan ga je weer naar huis. Soms zit je hier gewoon tot je 18e. En waarom is jouw thuissituatie dan zo dat één zus wel thuis woont, maar jij niet? Nou ja, er wonen er 2 thuis. Dat is een tweeling? Ben tweeling met een tweelingzus thuis. Oh, en die zit thuis? Ja. Dat is nog veel erger. Ja. Als je een tweeling uit elkaar haalt. Ja. Toch? Want die hebben zo'n innige band. Ja. En waarom mag jij daar niet wonen dan? Of kan jij daar niet wonen? Mijn moeder die is gehandicapt. Dus ze kan veel. Niet voor alle 4 zusjes zorgen. En papa? Die heb ik al heel lang niet gezien. Die zie je niet? Geen contact meer. Dat zijn allemaal zusjes. Oh echt? Dit zijn allemaal van jou? Dit is mijn tweelingzus. Dit is mijn kleinste zusje. Dit is mijn oudere zus. Oh, wat schattig. Nou, jullie lijken allemaal op elkaar. Het is hartverscheurend om je voor te stellen hoe een meisje van 12 niet thuis kan wonen. Dit is mijn kamer. En zelfs zonder haar tweelingzus moet opgroeien. Oh, dat is nog een hele dat moet een zware last zijn, op een toch al moeilijke leeftijd. En zitten nu alle kinderen hier wel voor langere tijd? Of heb je ook al gehad dat er mensen kwamen die ook weer gelijk weggingen? Nou, er komen ook kinderen wel eens in de weekenden. Ze kunnen heel lang in die weekenden komen, maar ze kunnen ook zo gewoon 3 keer geweest zijn. En dat de ouders het niet goed vinden dat ze hier komen. Oh. Andere plek. Oh, dat is ook wel naar. Dan leer je net weer iemand kennen en dan gaan ze weer. Ja, maar daar ga je ook dan weer aan wennen. Ja, hè? Je moet heel flexibel worden of zijn eigenlijk. Ja. En wat was nou eigenlijk precies je vraag aan mij? Wat kan ik voor je betekenen? Dat ik een keer met mijn zusjes iets ga doen. Gewoon iets leuks? Ja. Maar waar hou je van en wat vind je leuk? Gewoon heel veel gezellig dingen. Gewoon met elkaar? Ja. Ja, dat moet toch gewoon te regelen zijn? Het lijkt zo simpel, hè? Maar het gaat natuurlijk heel vaak over centjes dat het daardoor niet kan. Nee. Ik vraag aan Alex hoe pijnlijk het is voor Daphne om zonder haar zussen te moeten leven. En bij Daphne vind ik het eigenlijk nog een stapje erger, want ze heeft ook een tweelingzus. Ja. Dat is toch nog een sterkere band. Dus dat is wel soms verdrietig. Het mooie is dat Daphne nu heel goed onder woorden kan brengen dat ze inderdaad de zusje ook mist. En ook heimwee heeft. En dat is heel belangrijk, hè? Dat je ook je gevoel kan en je emotie kan uiten. Ja. En daarover kan praten. Thee! Ook de andere kinderen in het tehuis hebben aangrijpende verhalen. Heb jij nog broertjes of zusjes? Allebei. Ik heb een zus. En die wonen allebei ergens anders? Ja, mijn zus woont bij oma en oma. En mijn broer woont ergens anders. En mis je ze? Ja. Want je ziet hem niet zo vaak. Nee. Ja, maar jij hebt het eigenlijk heel goed geregeld, want jij zit hier samen met je broer. Het is niet altijd leuk, hoor. Nee, waarom niet? Waarom niet? Mijn zus die woont thuis, want die is al 6 keer overhuisd naar een ander thuis. En dan konden ze geen goede plek meer voor vinden. Nee. Mijn andere broertje van 13 die woont ook in een pleeggezin. En dat komt omdat mijn ouders niet goed voor ons konden zorgen. Dus toen zijn we vaak verhuisd en zo. Jeetje. Wat heftig, jongens. Daphne, ik ga even weg. Dan ga ik het een en ander regelen en dan kom ik vast met leuk nieuws weer terug. Heel snel. Okay. Tot later. Oké, tot ziens. Doei. Dat kan toch niet? Dat kinderen een gewoon dagje uit moeten missen omdat er geen geld voor is. En dat notabene in Nederland.
Zit je al in een tehuis, heb je genoeg te verwerken, je zit daar natuurlijk niet vrijwillig en er wordt ook nog eens het contact met je broertje of zusje je ontnomen. Nou, kinderhulp zorgt ervoor dat die kinderen een beetje gewoon geluk krijgen waar ieder kind recht op heeft. Maar ja, een dagje uit kost geld, dus pak die telefoon en bel 0800 0900 111. Want voor 3 euro per maand kun jij een kind ver van huis en haard iets onbetaalbaars geven. Ik trek me niet alleen het lot van Daphne aan. Er zijn duizenden kinderen die wel iets extra's kunnen gebruiken. En voor die dingen ga ik donateurs zoeken. Goeiedag. Hallo. Ik ben op zoek namelijk naar donateurs voor het Nationaal Fonds Kinderhulp. Why not? Ik kan niet meer weigeren natuurlijk. Nee. Hartstikke gezellig. Ja? Nou, wat fantastisch. Bedankt voor je tijd. Doei. Hallo. Ik ben donateurs aan het werven voor het Nationaal Fonds Kinderhulp. Oh. En mijn vraag is of ik u zover kan krijgen om donateur te worden. Nou, op het moment even ben ik in gesprek. Lukt het niet. Oké, dank u wel, hè. Succes. Dag. Een heel goed gesprek heeft ze op dit moment. In de eentje. Waar maak ik nou dit lijstje? Kijk, dat buiten donateurs binnenhalen, dat werkt natuurlijk niet echt. Zit geen zoden aan de tijd. Ik heb er een paar binnengehaald in de kuil. Dus ik dacht, als ik nou gewoon 50 mensen zover krijg dat ze een soort van hulp-Bridget willen spelen, dus dat ik zo'n blonde pruik opzet, dat zij dan donateurs binnen gaan halen, dan gaat het volgens mij veel sneller. En ik wek toch vertrouwen bij de mensen. Dus het is fijn als de donateurs op mij lijken, op de mensen die ze werven, zeg maar. Straks is het zover. Ik ben Bridget. Ik ga met mijn hulp Bridget de straat op voor een grote wervingsactie. Oké, let's go! Wordt het een emotionele hereniging van Daphne met haar zussen? We blijven de hele dag bij je. En ik heb nog een verrassing voor de andere kinderen. Dolfinarium! Hoe leuk is dat? Nooit geweest. Want ook zij hebben het al moeilijk genoeg. Ver weg van hun eigen huis en familie. Daarom is er nu geld nodig. We kunnen deze generatie kindjes toch niet aan hun lot overlaten? Kinderhulp helpt deze kinderen door dagjes uit te organiseren. Bijvoorbeeld een weekje kamperen. Of ze kopen de computer zodat ze met de thuisbaas kunnen MSN'en. Of simpelweg door ze een fiets te geven. En jij kunt thuis nu ook gaan helpen. Pak nu de telefoon en bel 0800 0900 111. Want voor maar 3 euro per maand... 3 euro, wat is dat nou? Geef jij samen met Kinderhulp dat beetje gewoon geluk aan ieder kind. Zoals het hoort. Hoe word ik gelukkig? Wordt mede mogelijk gemaakt door sponsor Bingo Loterij en Nationaal Fonds Kinderhulp. Tot zo!